Mijn naam is René van Vechten. Ik kom uit Bergen, Noord-Holland in Nederland. Het was heel gespannen, altijd onderspanning. Mijn armen, mijn spieren, mijn been. Alleen daar hoofdzakelijk de rechterkant. Er was altijd een soort tensie in mijn gewrichten, in mijn lijf. En na de tijd, na de verbehandeling, is dat allemaal afgenomen. Je kunt zien, maar ik heb geen trillingen meer. Continu was ik trillend, zeg maar. En als ik stress had, dan werd het erger. Dan begon het eigenlijk te schudden. En dat is helemaal weg. Sinds 2010 is de diagnose gesteld en zeg maar 2008, toen is het een beetje begonnen. Toen begon ik, mijn hand begon een beetje te trillen en het lopen ging wat moeizamer. En door veel meditatie en trainen en yoga en dat soort oefeningen heb ik het nog een tijdje stil weten te houden. En vorig jaar ben ik met medicatie begonnen. En eigenlijk heel kort, gelukkig. En ik heb een training gevolgd bij een vriend van mijn Essence trainingen. En die zegt op een gegeven moment tegen me van, joh, wat zit je te trillen? En Parkinson. Zij zegt, geloof je daarin? Ik zeg, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar het is niet anders. Hij zegt, heb je wel eens van de ultrasound first treatment gehoord? En dat doen ze in Israël. En hij heeft gestudeerd met professor Saror, degene die me uitgevoerd heeft, de behandeling. En zodoende ben ik in contact gekomen met het ziekenhuis en met de professor. En die heeft testen gedaan en uiteindelijk ben ik behandeld. Ze hebben er nog nooit van gehoord in Nederland en ze kijken er een beetje sceptisch tegenaan. Nu zien ze het bewijs, dus dan zal het wel wat anders worden, denk ik. Ze zullen een andere kijk op krijgen, op het hele feit. Want ik trail helemaal niet meer. Ik ken alles. Dit was ondenkbaar voor die tijd. Ik zat echt een heel rigide gevoel had ik. Dit kon niet. Dit soort oefeningen, dat was niet mogelijk. En dat is dus nu wel allemaal mogelijk. Van de een op de andere dag. En zelfs het lopen, dat gaat makkelijker. Ik liep erg moeizaam. Kostte me heel veel kracht. Continu pijn in mijn rug. En dat is allemaal weg. Gelijk instant. En dat ken ik dus ook met rechts. Dat kon je niet. Nou, moeizaam. Ik lag bijvoorbeeld gisteren aan het strand. Met mijn koptelefoontje in en muziek te luisteren. En ik kon gewoon meedoen. En mijn hand begon spontaan op de muziek met het ritme van de muziek mee te tikken. En dat ging echt niet. Ik had echt geen coördinatie meer. Schrijven, dat deed ik eigenlijk met mijn hele lichaam. En nu ken ik gewoon, elke ochtend schrijf ik mijn naam op en ik zet mijn handtekening. Ik kan het echt aanbevelen aan alle mensen met essential tremor of Parkinson's om in ieder geval te kijken of ze in aanmerking komen voor de behandeling. Ja, uiteindelijk een beetje van het land bekeken en dan langzaam naartoe gewerkt. In eerste instantie was er nog een obstakel te overwinnen omdat mijn schedelopbouw dus anders is dan het gemiddelde. Daar was ongeveer een 50-50% kans dat ik dat het zou slagen. Maar we hebben het toch doorgezet. En het is eigenlijk helemaal goed gekomen. Dus het had wel wat voet in de aarde. Het heeft iets langer geduurd dan normaal. Maar het is heel goed gegaan. Dus de resultaten zijn er. Dus het is natuurlijk wel zo, je spreekt de taal niet. Het is ook niet in het Engels beschreven. Als je een toilet zoekt, dan zie je een mannetje en een vrouwtje poppetje staan. Maar dat is het ook. Voor de rest zijn het natuurlijk een hele andere manier van schrijven.
hele andere tekens. Dus ja, dat vond ik wel een beetje, dat was erg wennen. Maar ik heb gelukkig de goede aanspreekpunten gehad en ik ben niet prima behandeld. Ik wil mijn dank uitspreken aan het team, professor Saroor, professor Alon Sinai en professor Schlesinger. Dat zijn hele kundige mensen. Er wordt je geen gouden bergen beloofd. Het is heel realistisch. De kansen worden gewoon verteld hoe ze ervoor liggen. En dan wordt er heel kundig te werk gegaan. En iedereen met essential tremor of Parkinson's disease kan ik echt deze behandeling aanbevelen. Want het is een opluchting, het is een verlichting en het is een klein wonder.